Hoi, ik ben Felicia Greven en ik wil het graag hebben met jullie over het boek Zij denken dat wij nog klein zijn. Dat is een Kroatische vertaling en heel erg geschikt voor meisjes van zo'n beetje eind basisschool, begin middelbare school. Dus dan heb je het over 10, 11 jaar. Het gaat in eerste instantie eigenlijk over alle perikelen waarmee je als jong meisje te maken krijgt. Dus vriendjes, spijbelen, allereerste seksuele ervaring. Je ziet dat het leven in Kroatië niet veel verschilt van hetgene waar we hiermee te maken hebben. Het tweede gedeelte is trouwens ook super interessant, omdat het daar meer uiteengezet wordt over het HPV-virus. En er is op dit moment natuurlijk aardig wat over te doen, met name rondom de inentingen. En dit geeft op een hele begrijpelijke manier eigenlijk aanknopingspunten om met je dochter mee over in gesprek te gaan. Super belangrijk, zeker omdat het ook gekoppeld is aan hun allereerste seksuele ervaring. En als moeder zijnde wil je natuurlijk wel graag weten dat ze in ieder geval goed beslagen te ijs gaan, in hoever dat kan.